FC Groningen speelt zaterdagavond de wedstrijd in Tilburg tegen Willem II. De Brabanders staan op de 17e plek met 7 punten uit 10 duels. Groningen heeft 2 punten meer en staat 13e. Het is voor de selectie van coach Ernest Faber de 3e wedstrijd in 6 dagen. Uiteindelijk is dat wel het lekkerste. Dit is misschien wel extreem. Normaal gesproken zou het lekkerder zijn als wij nog een dag extra hadden gehad. Maar aan de andere kant ben je voetballer geworden om wedstrijden te spelen. Ik vind het heerlijk. Ik heb er niet zo heel veel problemen mee. Ik ben maar keeper. Ik kan als ik wil elke dag spelen. Maar de trainingen zijn bewust iets rustiger, iets meer tactisch. Om de krachten te besparen voor de wedstrijden. Daar hebben we vorig jaar al ervaring mee op mogen doen met de Europa League. Dus daar weten we wel iets vanaf. Ernest Faber verandert wederom weinig aan zijn basisopstelling. Alleen Joël van Nief moet zijn plaats afstaan aan de weer fitte Davidson. Tom van Weert is voor de 3e maal op rij de spits bij de FC. Zoals de trainer eruit ziet, lijkt erop dat ik weer mag starten. Dus dat is lekker. Dan kan jij jezelf laten zien. En dat is als voetballer uiteindelijk waar je het voor doet. Veel wedstrijden spelen en veel minuten maken. Erwin van der Looy is nu de coach van Willem II. Hij was de afgelopen 3 seizoenen trainer van FC Groningen en won in 2015 de KNVB-beker. Willem II heeft ook niet zo'n beste periode. Waarom zeg je ook niet? We hebben de laatste wedstrijd juist in de competitie gewonnen. Dus ik zou zeggen dat wij nu wat meer vertrouwen hebben. Klein tikje gaat natuurlijk tegen Utrecht in de laatste seconde verloren. Maar de competitiewedstrijd was juist laatst hartstikke goed en we hopen die lijn door te zetten. Voor jou nog een beetje speciale wedstrijd? Toch een beetje terug naar je geboortegrond, Brabant. Ja, wel terug naar mijn geboortegrond Brabant, maar niet specifiek met Willem II dat ik daar iets mee heb. Ik ben opgeleid bij Den Bosch en dat is mijn club in Brabant. Dus het is in ieder geval in de buurt. Er zal iets meer mensen komen kijken dan wij hier bij de thuiswedstrijden. Dus dat is wel leuk dat ik die ga zien. Alleen voor de rest is het niks bijzonders. Ja. En hoop op goed resultaat, hoop op winst in Tilburg. Ja, dat zou lekker zijn. Ik denk dat dan met de 2e overwinning in de competitie op rij, dan zet je de volgende stap en dan kom je weer richting de plaatsen waar je wil staan. En daar staan we nu nog niet, dus dan zijn de overwinningen heel belangrijk. Het duel in het Koning Willem II stadion begint zaterdagavond om 6:30.